Welkom in het Holland Casino Amsterdam voor de 28e editie van de Master Classics of Poker. Poker City is natuurlijk voorbij, de complete toernooiserie met veel livestreams en blogs. En vandaag zijn we bij de finale dag van de 550 euro buy-in MCP meets WSOP toernooi. Meteen door naar de bubbel. Kijken wie er met lege handen dit toernooi nog moet verlaten. Hier, Alex van der Werf at risk tegen David Hu. Maar een goede hand bij Alex Koningen. Hij wint van Zeves. Sunita at risk, ook op de bubbel. Ook zij overleeft. Wie, oh, wie gaat er dan uitvliegen op die bubbel? Hier, Henok Teklemariam in actie. Hij heeft pocket 10 tegen de Zeves van Willem Roebroek. Die kijkt dan een beetje om zich heen van... Ja, dit kon wel eens slecht aflopen. En dat doet het ook voor Willem. Hij sneuvelt als laatste speler met lege handen. En daarmee is de bubbel gebarsten. De MCP is dus van start en aan de tv-tafel. Ja, meteen de held van de tv-tafel vorig jaar. Alberto, je zit er al. Ja, ik zit er al. Misschien is het verkeerde toernooi, maar dit is ook heel leuk om MCP te beginnen. Ja, de mooiste week van het jaar is begonnen. Ja, en hij begint meteen lekker. Dag 2 gehaald met een goede stack. Ja, het ging gisteren goed. Ik runde weer goed, dat helpt ook. En ik heb er vooral heel veel zin in, dus ik hoop dat we ver komen. Ja, het gaat van start, dus ik zou zeggen, ga lekker zitten en veel succes. Ga ik zeker doen, dankjewel. Stegeman zit en ook de andere spelers zitten, dus we duiken lekker de actie in. Het gaat tussen East en Stegeman. Stegeman heeft geraced vanaf de small blind naar een button limp van East. East called er daarna. Check, 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 check. Tot de river. Harte 7. En dan checkt Stegeman ook nog de river. Ik ben benieuwd of Stegeman gewoon 2 hoge kaarten heeft. Aas vrouw of zo. Dat hij hem helemaal downcheckt nadat hij preflop raced. Nu de bet van de East van 14.000. Ja, een beetje vervelend bedje. Hoe vaak zit je nog goed met 2 overkaarten waarvan de hoofd een aas is? Denkt de Stegeman om laat gaan. Hij heeft zijn vinger al op zijn kaarten. Misschien wint de nieuwsgierigheid het. Hij is ten slotte journalist. Zijn nieuwsgierige figuur ook, kan ik je vertellen. Toch de call. En wat laat East dan zien? Een 8 en een koning. Dat is niet veel. Stegeman met aas vrouw, jawel. Wauw. Ik schrik, want ik had het goed. Wat een read van Stegeman. En wat een read van uw commentator. Stegeman met de bet op de flop, 28.000. En dan lossen de 2 blinden snel. En onder de gun limper East is er dan nog wel bij. Gaan we heads-up naar de turn. Met 106.000 in het midden valt er een boertje bij. Opnieuw de check van East naar Stegeman toe. En Stegeman gaat gewoon door. 43.000 op de turn. En East lijkt van geen wijken te weten. East heeft niet veel meer achter hoor. 8 big blinds heeft hij nog maar achter. Dan kan het niet anders dan dat hij zijn plan is. Klaver 6 op de turn. Die completeert de klaver en vlucht erom. All-in. Geannonceerd. Stegeman kijkt even hoeveel het is. Wil misschien een count, maar het is geen snapcall. Dus dan zal Alberto niet verschrikkelijk blij zijn met deze all-in. 77.000 is de bet. En Alberto in de denktank. Hij maakt de call. Alberto, dan gaat het open. Azen bij East. Huh? En Stegeman met koningvrouw top 2. Ja, Stegeman schakelt hem uit East. Top 2. Stegeman wilde het niet wegleggen. Ja, een beetje de hand zo doorgelopen. Ik dacht, nou, ik moet... Ik ben ook vrij port committed, maar ik wil er even goed over nadenken. Dus ik callde. En hij draaide aas open. En ik was best verbaasd eigenlijk. Ja, verbaasde me ook. Maar hij liep weg en hij zei, ik wilde je van 2 pair af... afbluffen op de river. Dus dat vond ik... hij had de hand in dat op zich wel goed ingeschat. Dan zitten we op de final table bubbel. De laatste 10 spelers. Moet er nog eentje uit voor de finale tafel. Het is Aas Koning bij Henok Teklemariam tegen de A7 van Tobias. Oei, Tobias turnt een straat. Afnokken voor Henok. Hij 10e plek. En dan is die finale tafel van 9 spelers bereikt. Tobias Peters, eerste finale tafel deze MCOP die we uitzenden. Die zit er meteen bij. En als chipleader. Ja, zo goed begin van de week. Goed begin van het eerste toernooi, dus perfect. Ik had niet heel veel anders verwacht. Je chiplead is wel klein. Het scheelt minder dan 1 big blind. Dus daar moet je nog iets aan doen. Ja, het is een beetje een turbo. Dus er worden heel veel flippies winnen om het bordje te gaan winnen. Dus dat ga ik mijn best voor doen. Wel flink wat tegenstand. Onder andere de Nederlands kampioen poker zit erbij. Antoine Franke, Kees Aert zit erbij. Thijs Menko.
Het is een gevarieerde finaletafel, maar ja, wat je zegt, het is, uiteindelijk gaat het om flippies winnen in zo'n structuur, dus dat moeten we gewoon doen. Hand van Frankel in vanaf de hijjack. 345.000 op de na de race van Melanen. Melanen maakt de call, de Finn. Kasper Melanen had geopend. Franke ramt er overheen voor 9 big blinds. Call van Melanen. Achter bij Franke. En wat heeft Melanen? Koning Boer of Zoet? Het is flippen geblazen voor El Capitano Antoine Franke. Daar gaan we. Een 4, een aas en een 4. Prima flop voor Antoine. Turn is een 2. Prima. Geen koning, geen boer en Antoine dubbelt. Het is een boer. Het is een boer. Wat een pech voor Antoine Franke. Hij wordt geriffeld in deze flip. Je hebt veel geshortstacked vandaag rond de bubbel. Het is, ik vond het al een klein wonder dat je het geld haalde. En nu, de FT zat je er nog steeds in. Ja, ik had eigenlijk nog steeds in moeten zitten, maar het zit wel eens tegen. Zit wel eens tegen. Soms zo'n flip, ja, toch zuur. Is er iets wat je snel weer afschudt? Of, Ja, even relativeren en dan weer verder kijken naar de volgende. Daar liggen de muntjes van Thijs Menko. Ik denk dat daar zo een kaartje open gaat. Ja, de call van Peters, daar ligt het. Het is 8-9 tegen Aas Vrouw. Een vrouw op de flop en een open-ender voor de 8-9. Peters met de open-ender. Menko met de beste hand tot nu toe. En de river is niet meer de beste hand voor Menko. Hij staat op. Peters rivert zijn straat tegen de Aas Vrouw van Thijs Menko. Hij is nog bordjesloos, Kees Aarts. Het zou mooi staan op zijn poker-cv, absoluut. Zou het hem ook ontzettend gunnen. Maar hij moet aan deze finale tafel wel van ver komen. Wil hij een bordje gaan pakken? Daarom Kees nu aan het strijden met de shortstack. En hij is all-in. All-in ook van Van der Moot. Dus Kees Aarts is at risk. Jose Tette is ook all-in. 3-way all-in, jongens. Opgelet. Van wie is de aas 9? Van Kees. Vrouwen bij Van der Moot. En wat heeft Jose Tette dan? Koning, hè? 10-10 broer is de flop. Dat is nog niet heel erg veel soeps voor Kees. De Fransman nog een... Oeh, een negentje. Open-ender bij de vrouwen. Even kijken hoe dit gaat aflopen. Het is een aasje op de river. Het is een aasje op de river. Kees... Wat een ontsnapping voor Kees Aarts tegen koning en vrouwen met aas 9. Wordt het dan toch de dag van Kees Aarts? Hij trippelt naar 1,5 miljoen. Daarna was het over een sluiter voor de Fransman. Jose Tette, hij kon inrukken. 4-7 bij Hans en Kees met de winnaar. En daarmee ligt Hans van Noot eruit. Ook inrukken voor... Artjom Geller, de Israëliër. En Anthony van der Moot kon ook de handen gaan schudden. Hij werd eruit gehakeld door Tobias Peters. Kees in de tank. Buttonrace van Kees naar 2 ton, 2 big blinds en de all-in van Tobias. En moet Kees beslissen over zijn resterende 21 big blinds. Hij heeft het dan toch moeilijk mee. Een beslissing voor zijn toernooileven. Hij kent de payjumps, nummer 3, 13.800. Nummer 2, 19.300. En de winnaar 28.900. Hij maakt de call. Kees at risk. Aasvrouw bij Kees. Boeren bij Peters. Nog steeds dezelfde flip. Vrouwtje meteen in de window. Voor Aarts. Vrouw 4 of 5. Hij blijft er stoïcijns onder. Tobias heeft een boer nodig. Turn is een 5. Dat maakt niet uit. Een boer voor Tobias en anders dubbelt Kees. Het is nog een vrouw. Full house bij Aarts. Wat een belangrijke flip zeg. Aasvrouw bij Kees. Hij vindt. De vrouw, hij dubbelt tegen Tobias. En vervolgens raakte Tobias het laatste beetje stack kwijt aan Kees Aarts. En daarmee was de heads-up bereikt tussen Kees Aarts en een pilsende Finn. Melanen met de race pre-flop naar de limp van Kees. 7 ton. Check op de flop. 7 ton op de deur van Melanen. Call van Aarts. Op de river 1,2 miljoen van Melanen. En Aarts. Een aantal minuten in de denktank. Zolang hem Kees misschien nog nooit zien tanken. Melanen met zijn trui omhoog. De vorige keer dat hij dat deed, had hij straat. Hij kolt. Kees met de kol. Hij laat het snel zien, Melanen. En dan lijkt het wel goed. Ja, Kees klopt op tafel. De 3 en de 5 bij Melanen. Oi, 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 oi. Wat een ellende. Kees Aarts met 5 blinden over. Hij maakt het zichzelf niet makkelijk vandaag, Kees. Het wordt hem ook niet makkelijk gemaakt, kan ik beter zeggen. Ja, hij zit in de big blind. Hij heeft de big blind en de big blind. En die liggen. Kees koelt al in. En dan gaan we. Aas, vrouw bij Melanen. 5-7 bij Aarts. We zijn live. Kleine kaartjes voor Kees. Anders pakt de Finn Melanen de titel. Een 5. Een 10 en een 8. Dat is goed. De hit is gemaakt. Het eerste deel is gelukt. Er is gehit. Turnkaart.
Een aas. Er moet, een 7 of een 5 zijn voor Kees, anders is het over een sluit. En de river is een aas. Hij wint. De Fin wint. Casper Melane krijgt de knuffel van zijn maten daar. Hij is de winnaar van dit toernooi. De 550 euro bij een MCP, Mi 2 SAP. Casper Melane uit Veeland. De hand wordt geschud, sportief. Kees, allereerst gefeliciteerd. Dankjewel, Pieter. Het sub, die Fin was taai. Hij leek alles te hitten. Ook inclusief zijn pilsjes. Ik weet niet hoe dat bij jou overkwam. Dat hij de hele tijd bier zou drinken. Of heb je er niet zo... Zeker wel. Ik dacht van even rustig spelen. Want hij kon haast niet meer uit zijn woorden. In het begin kon ik nog wel een beetje met hem praten. Maar het einde, hij zat alleen maar als een dronken man te praten. Het sub, hij hitte veel. Jij niet, denk ik. Dat is een beetje de samenvatting. Je overleefde nog met een aanstiende gastvrouw. Ja, dat klopt. Ik heb hem één keer kunnen trappen met vrouwen. Dat was dan de tophand die ik had. En voor de rest was het echt verschrikkelijk. Maar ja, goed, om te beginnen. Het eerste toernooi dat je speelt en dan meteen 19k in tweede plek. Ik heb allemaal geen recht om te mopperen, lijkt mij. Casper Melane, congratulations. Thank you. I was very lucky all the time. It was nice. And we need to talk about one thing. That is these things. How many of them have you had? Maybe like 20. I don't know. Congratulations on your first prize here. Do you want to say something in Finnish now so we can tape it? Täällä on hyvät turnaukset. Järjestelmät toimii, ruoka on hyvää, kaikki toimii. Täällä seuraavassa jaksossa. Moro!